Maar ik wil nog wel even terugkomen op die blessures. Hè? Dat Roy Keane nu en Rooney die zeggen van dat ze misschien... Die spelen ze, ja. Zo'n tijd heb ik ook wel meegemaakt bij het Nederlands elftal. Toen Danny Blind bondscoach was. Ja. Dat was niet normaal. Dat was gewoon... Dat ze gewoon voor het Nederlands elftal afzegden en dan het weekend erop of zo weer speelden bij de club. Omdat dat we even een periode zaten dat het niet liep. En dat is ook wel, ja, dat zijn spelers die steken snel een kop in het zand. En die zullen er daar ook bij zitten. En dat is voor een trainer is dat wel frustrerend natuurlijk. Want je weet ook niet wat voor type blessures het zijn. Spierblessures, een tikje hier, een tikje daar. Mm-hmm. Maar ja, als je even een mindere periode zit... dan zijn er spelers bij die zijn gewoon die zeggen van... ja, ik heb er even geen trek in. Maar is dat gebrek aan zelfvertrouwen? Is dat de trainer laten zakken? Gebrek aan mentaliteit. En dat, wat ik net zeg, die periode hadden wij ook bij Oranje. En vond ik Danny Blind ook gewoon een hele goede trainer. Alleen ja. Die had ook niet het materiaal wat hij eigenlijk had kunnen hebben op dat moment... Ja, dan ga je af als een gieter natuurlijk. En dat frustreerde mij ook toen die tijd. Maar spreek je daar als speler andere spelers niet op aan? Ja, natuurlijk wel. Dan ga je ze even bellen. En helemaal als je ziet dat ze het weekend daarna weer spelen. Dan irriteer je dood aan natuurlijk. Ja. Alleen ja, dat gebeurde. En maar wat waren de reacties dan als je belde? Wat gebeurde er dan? Ja, dat er echt problemen waren. Ja, daar kom je natuurlijk nooit tussen. Ik bedoel, ja. Nee. Dat was gisteren een vreemd verhaal bij United. Hernandez' shirtje hing in de kleedkamer. Hmm. Fernandes bedoel je, ja. Die Portugees bedoel je, die altijd heel belangrijk is op middenveld. Ja. Hij is een van de beste spelers. Ja. Spelen. En ze komen aan en hij loopt met zijn vrouw en zijn kinderen ergens anders. Dat is toch een vreemd verhaal? Ja, echt een gek verhaal. Maar misschien hebben ze hem al een beetje laten vallen al dan. Zou dat kunnen? Nou, zo'n speler lijkt niet vallen hoor. Nee, maar ik bedoel omgekeerd. De trainer laten vallen. Ja, dat ze te klaar zijn met Ten Hag. Ja, de bepalende spelers deden niet mee, hè? Nee. Het was eigenlijk echt een jeugdelftal. Ja, en Casibiro speelde ook nog niet, hè? Nee, maar ja, als je die achterin gaat zetten, wordt het al een probleem. Maar, ja. Maar als je niks anders hebt... Maar zou je hem terug bij Ajax willen zien? Of zeg je nou Ten Hag? Nou, Ten Hag heeft het in Nederland uitstekend gedaan, hè? Zowel bij Utrecht, zowel bij Ajax. Waarom niet? Ja. Maar goed, Bayern München is ook nog steeds op zoek. Die kunnen gewoon niemand vinden. Hebben ze jou al gebeld? Ze hebben echt wel 20 trainers al gebeld. Nee, maar ze kunnen niet aan een trainer komen daar. Flik. Wat? Ja, die heeft nu een aantal voorwaarden gesteld. Die wil 2 assistenten meenemen, waaronder Klose. En hij wil zeker zijn van 3 jaar... Ja, maar die heeft het fantastisch gedaan daar, hè? Ja. Die won echt alle prijzen. En toen werd die bondscoach. Ja, toen werd die bondscoach. Ja, ging je weg, ja. Nee, Dick schijnt 4 aanbiedingen te hebben. Bayern München. Wie hadden we nog meer? Curaçao ook. Curaçao. Nee, joh. Nee? Dat is... nee, maar komen er nog wel belletjes? Of, Nee, helemaal niet meer. Nee? En terecht ook. Heb je een nieuw nummer? Nee. Nee? Ik weet het niet, maar... Nee hoor, dat is goed geweest. Maar Ten Hag bij Ajax terug zou je wel zien zitten. Ik denk dat de beste keuze zou zijn. Ja. Kent de spelersgroep, weet wat u wil. Is een duidelijke trainer. Ja. Maar die kent deze spelersgroep niet hoor. Ja, natuurlijk kent hij die. Dan 18 nieuwe ken bij jij ook. En het kan, deze? Ja, deze speler ken jij toch ook? Maar je weet kan, ook ja, als jij erin stapt, dan weet je toch ook wat je doen moet? Maar je kan wel helemaal opnieuw beginnen. Ja, daar gaat het om. En dat kan die. Ja. Ja.